En onder het terrein wordt al jaren gebouwd. Maar nu, in de komende fase, gaat er ook aan de buitenkant van de panden iets gebeuren. En dat ga je zien als argeloze voorbijganger. De tweede fase is van start. En dat betekent dat er dingen gesloopt gaan worden, of ten dele gesloopt gaan worden. En dat zijn de niet-monumentale delen. Zo wordt de gevel van het Meelpakhuis gesloopt. We zijn echt het verhaal aangegaan, wat maakt een Rijksmonument nou een Rijksmonument? En dat is niet die gevel zozeer, maar dat is juist zijn die kolommen die binnen staan. Dat zijn paddenstoelkolommen. En dan krijg je de kolommen van beneden naar boven in het zicht. En daarmee zie je ook dat ze steeds smaller worden. Wat eigenlijk een bewijs van die architectuur, van dat het heel functioneel is gebouwd. Omdat ze voor een dragende constructie waren. Dus boven ook minder hoeven te dragen, dus smaller zijn. Kijk, hier kan je op de maquette dus heel goed zien dat straks de gevel ervan afgaat. Dat er een glazen gevel terugkomt. En dat daarmee die kolommen zo mooi in zicht worden. In dit pand komen uiteindelijk woningen. Een ander kenmerkend gebouw, de toren, gaat helemaal weg. Dat gaat er tussenuit. En dan krijg je vanaf hier heel mooi zicht op het water. En je krijgt het Meelpakhuis beter in zicht. Je krijgt het silogebouw waar het hotel komt beter in zicht. Dus het niet-monumentale stukje wat er ooit tussen is geplakt, eigenlijk, dat gaat weg. En dan de hamvraag. Wanneer mogen we als gewone Leienaar gebruik maken van de meelfabriek? Huiskoop kunt u nu al. Maar echt de grote dingen in 2023, eind 2023, begin 2024. Met open armen moeten we dan klaarstaan.